Onze migratiepolitiek die krijgt opnieuw een tik op de vingers. Ja, asielzoekers die in het Ter Apelse gras moeten slapen. Internationale studenten die we alleen een tent kunnen bieden. En buitenlandse medewerkers en gevluchte Oekraïners die onderdak moeten vinden in omgebouwde kantoren. Situaties rondom de opvang van migranten in ons land alleen al het afgelopen jaar. En dan klinkt in de politiek al snel de roep: is het niet tijd voor een quotum? Een maximum stellen aan de instroom. De adviesraad Migratie die onderzocht dat. Conclusie? Doe nog maar even niet. Er is volgens Monique Kremer van die adviesraad nog heel weinig over bekend. Wat die richtgetallen dan voor verschil gaan maken en ook voor welke groepen geldt dat dan wel en voor welke niet. De politiek moet volgens die adviesraad eerst maar eens met een goede visie op migratiebeleid komen. Huiswerk dus voor de verantwoordelijk staatssecretaris Erik van den Burg. Die blikt deze ochtend in het AD terug op zijn bewogen jaar. Vooral een jaar waarin hij elke avond met burgemeesters moest bellen of er nog wat bedden vrij waren. Een druk jaar dus. En hij zegt zelf, hoe hou ik dat dan vol? Wat is mijn truc? Af en toe een vloek en een zucht. En hier en daar een riedeltje ABBA. Een riedeltje ABBA? Nou, misschien dat dat het dan is. Heeft en dan gaat ook wel eens bij McDonald's langs, weet ik. Echt waar? Junkfood? Nou, dat lijkt me niet... Maar hij drinkt niet, dus... Is dat dan... Dus je mag zoveel hamburgers eten als je wil, maar als je maar gewoon geen alcohol drinkt. Heeft u meneer Van den Burg ook vaak aan de lijn gehad? Niet aan de lijn gehad, wel ontmoet. Waar we wel mee te maken hebben in Nederland is... dat er een heel ingewikkeld politiek gesprek hierover. Laat ik één voorbeeld geven. De IND, die toetst of mensen hier mogen blijven... is gebouwd voor slechts 20.000 mensen per jaar die instromen. Dit jaar komen er 40.000 mensen. Ja. Dat is een politieke keuze geweest om de IND zo klein in te schalen. Ja, en die hebben dus een werkvoorraad. Dat is niet alleen maar semantiek. Die hebben dus een opgave van een jaar lang... om überhaupt mensen goed te toetsen. Of ze hier mogen blijven, al dan niet. En die mensen slapen wel in gemeenten. Nee. En die moeten ergens slapen op een humanitaire manier. Nou. Maar moeten we die werkwijze, moeten we daar niet... Ja. Gewoon, het kan toch korter? Ik bedoel, snelheid sluit zorgvuldigheid toch niet uit? Zeker het niet. Is toch gewoon... Bij de Oekraïners hebben we laten zien dat we in heel korte tijd... Voor 80.000, 90.000 mensen plek kunnen bieden. Dat was natuurlijk qua IND wel een heel ander verhaal. Want die zaten daar niet zo in. En je kunt ook met voorlopige beschikkingen werken. Ja. Maar het debat hierover is zo gepolitiseerd... dat een ontspannen gesprek, zou je bijna zeggen, bijna niet meer mogelijk lijkt. Maar goed, je kent Den Haag van binnen uit. Ja, nee, kijk, ik ben van mening... Het goede hiervan is dat we nu eindelijk gaan nadenken over maxima. In Nederland kon je dat woord helemaal niet eens gebruiken. En dat er dus een politieke visie komt. Ja, kijk, iemand als Paul Scheffer bijvoorbeeld, dat is toch echt geen rechtse jongen. Die zegt dit al heel lang, die heeft het ook onderzocht. Die werd tegengewerkt in Den Haag. En die zegt wel van, het is heel verstandig om op een gegeven moment wel een maxima te stellen. Want daarmee kun je ook gewoon de steun van de bevolking verwerven. Ja.